Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 459. Vorige week konden we elke dag een boek weggeven van Lynn Austin. En het gaat om haar nieuwste boek, Lopen op het water. Het is haar zoektocht naar een dieper geloof. En dat is een zoektocht die ze maakte in het land waar Jezus leefde. Nou, we hebben er al drie weggegeven. Dit is het laatste exemplaar. En ik kan u vertellen dat het naar mevrouw De Jong gaat in Hardingsveld, Giessendam. Mevrouw De Jong, van harte gefeliciteerd. Het boek komt naar u toe. En het is niet zomaar een boek. Het is er een met een handtekening. Leuk. Nou zitten natuurlijk heel veel mensen teleurgesteld bij de buis. Die denken, ja, en ik dan? Ik had ook zo'n prachtige mail gestuurd. Nou, we kunnen u troosten met vanavond de uitzending om 9:00 hier op Family 7. Het interview met Lynn Austin. En Lynn wordt vanavond om 9:00 uitgezonden op Family 7. En woensdagavond kunt u het, als u dat mist, vanavond om 8:00 bekijken. Lynn Austin, een interview van een half uur over dit boek, Lopen op het water. Ik ga zo met Marga den Hartog van ProLife in gesprek over jeugdzorg. En ook Christy en Evertine zullen daar inspringen, want dat is natuurlijk iets waar zij middenin zitten. En straks het verhaal van Henny Doldersum, hoe zij de wereld rondreist, gebedsreizen maakt. En ja, hoe dat precies zit, dat hoort u straks. Maar eerst nog eventjes de fotomix. We hebben een foto uit het nieuws en die foto is onherkenbaar gemaakt. En in een halve minuut tijd wordt die foto weer uitgerold. We gaan kijken. Op dat scherm zien wij hem langzamerhand in pixels. Pixels is weer iets anders, geloof ik. Wat zien we daar? Als je denkt dat je weet wat het is, roep. Een mooie stilte. Het is een jongere, lijkt het wel. Picknickachtig, ja. Ja, picknickachtig. Het voorjaar. Het voorjaar. SGP Jongerendag? SGP Jongeren. Nou, dat vind ik een leuke dat je het zegt. Het was gisteren. En ik denk dat gisteren de SGP Jongeren anders gekleed elders waren. Nee, dat was zaterdag. Het had gekund. Alhoewel, zaterdag was het zo zonnig. Ja. Zaterdag ook al? Ja, misschien waar het in het ouder werd wel. Maar dit is Vondelpark. Okay. En dat was gisteren. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal het warmterecord. Ja, hoe warm was het bij jullie te plaatsen? Ook, 21. 21? Tenminste, als die thermometer klopte. En die hing in de zon, uit de wind. Ja, dan is het niet helemaal. Langs het fietspad, dus vol in de wind. Maar goed, 21 is buitengewoon. Ik zag gisteren een jaar terug, dezelfde dag. Ja. Volgens mij was het toen sneeuwschip of zo. Ja, ongelooflijk. Ja. Dus dat is een wereld van verschil. Ja. Nou, we hebben er gewoon ontzettend van genoten. Absoluut. Een mooie dag. Dus dat was de fotomix voor vandaag. De wereld van social media. We gaan het hebben over de Twitterberichten. We pakken er een paar uit die de moeite waard zijn. En je kunt dan zoeken op bijvoorbeeld een term. Collega Bram Willems, redacteur van dit programma, zocht op de term Jezus. En we ontdekten dat 98% van de keren dat Jezus wordt gebruikt, het in een andere context is. En het is dan sprokkelen en zoeken om de naam van Jezus, zeg maar, wel op de goede manier gebruikt te zien worden. Dus die zoektocht hebben we gestaakt. Omdat je zoveel rottigheid moet onder je ogen moet zien komen. Maar we hebben een ander onderwerp gekozen. We dachten, zullen we het eens over jongeren hebben? Opvoeding enzovoort. Dat moet jullie allemaal aanspreken. Erik, die schrijft, normen en waarden zijn zeker van enorm belang in de opvoeding. Die vormen een basis in je jeugd, maar ook voor later. En zijn e-mailaccount is apenstaartje stopgeweld. Nou, dit is een open deur, hè? Is er niks bijzonders aan, toch? Of hadden jullie nog graag wat toegevoegd aan die basis? Nou, dit is de basis van waaruit je gaat opvoeden. Als je je eigen normen en waarden helder hebt en die kun je overbrengen voor een kind, dan weet op je kinderen, dan weten die ook in wat voor context ze mogen
bewegen. Nou, als ze jong zijn, zijn dat jouw normen en waarden. En als ze tiener worden, kunnen ze daarmee gaan stoeien. Van, hey, past dit ook bij mij of past dit niet bij mij? Maar als er niks is, dan valt er ook niks te stoeien in je tienertijd. Dus het is heel belangrijk dat ouders richting geven aan hun kinderen. Dat heb je nodig. Ja. 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 Want je moet de grenzen gaan ontdekken. Ja. Van mij had er nog liefde bij mogen staan. Maar goed. Ja. André Maliepaard, die stuurde de volgende tweet de wereld in. Van, en let op de cijfers, van 992.851 jongeren, tussen de 15 en 19, zitten er 930.000 op Facebook. Waarvan 745.000 dagelijks. Zucht. Dit zijn getallen, daar word ik best moe van. Het idee dat je elke dag... Yo, ik heb helemaal geen Facebook. Ik ben blij dat ik even niks hoef. Henny herkent dat. Nee, ik zit er onderhand op. En ik probeer het. Ik heb vanmorgen al op Facebook gezeten. En een berichtje over deze uitzending de wereld in geholpen. Oké, dat vinden we dan wel weer fijn. Dat is goed, ja? Hè? Ja, nee, dat... Dankjewel. Okay. Maar voelen jullie ook wel een beetje een druk dat als je een Twitter-account hebt, steeds check. Ja, nee. Dat het onrust geeft? Daar zie ik het. Ja, ik denk dat jongeren ook daar heel veel mee te maken hebben. Dat het voor hun best lastig is om daar wel deel van te zijn. Want het is ook echt hun sociale leven. Ja. En dat, daar hoeven we ook geen oordeel over te hebben, vind ik. Dat is hun manier van contact. Maar het geeft heel veel onrust. En ook daar is het goed als je als ouders waarden en normen meegeeft. Van hoe ga je daarmee om? Ja. En ze daarbij helpen. Maar ja, met je draadloze internet thuis. Ja. Dan kan er van alles zeg maar onder het dekbed nog aan uitgewisseld worden, toch? Ja, hoe kom je daar nou achter? Moet je de telefoon inleveren voor je in bed gaat? En wij hebben een afspraak dat de telefoon beneden blijft aan de oplader. Kan die gelijk goed opladen en dan is die de volgende ochtend weer beschikbaar. Ja, we hebben afgesproken met onze tienerzoon. En dat is denk ik gewoon heel strenge goed. Strenge moeder. Ja, vindt hij wel. Maar, Ach, ik mag helemaal niks. Ja, maar Mijn vrienden mogen het wel. Ja. Goed, we hebben nog één berichtje van Corian Matzinger. En die schrijft... De vraag is niet of jongeren zich bekeren. De vraag is tot wat of wie zij zich bekeren. Ze bekeren zich altijd tot het een of het ander. Ja. Maar zo kijken we er misschien... nu hij het zo formuleert, Corian. Denk je, oké. Maar ze kiezen altijd. Het is of het een of het ander. Ja, maar dat is ook zo. Ja. We bekeren tot de wereld. Voor de jongeren op het moment dat ze ergens mee worstelen. En, want anders gaan ze naar iemand anders toe die zich wel beschikbaar stelt. Ja. En dan bekeren ze zich tot wellicht wat die anderen. Wat dan ook, ja. Ja. Belangrijke. Dus zit aan het denken deze laatste tweet van Corian Matzinger. Als je wat de wereld in wilt sturen, bijvoorbeeld over deze uitzending, dan kan dat. Gebruik dan hashtag Café Tinto en u kunt ons volgen. Dan is het apenstaartje FAM7. De jeugdzorg is volop in beweging en er gebeurt van alles. En ook bij ProLife zullen ze dat zeer zeker merken. Aan het begin zei Margaret den Hartog waarom ProLife het belangrijk vindt dat er christelijke jeugdzorg is. En jullie delen dan ook awards uit. Zo heeft Stichting Chris volgens mij ook van ProLife een aanmoediging gekregen of meer dan dat? Nou, de award is meer om bepaalde... aspecten in de gezondheidszorg of instellingen om die onder de aandacht te brengen. Dat is eigenlijk de zorgaward. En dan kunnen mensen kiezen van wie ze het gunnen, zeg maar. En vorig jaar hadden we 3 nominaties lopen waar mensen op konden kiezen. En 1 daarvan was Stichting Chris. En op onze awarduitreiking, daar is ook de zorgcheck uitgedeeld, zeg maar, aan diverse. Want het was een bedrag wat je kon. Ze hadden allemaal iets. En ook Stichting Chris heeft iets ontvangen. En daar waren jullie natuurlijk blij mee met die aandacht. Zeker. Dat kun je goed gebruiken. Ja, als je bedenkt dat Chris het met name van het giftenhetwerk mag doen. Mm-hmm. Dan zijn dit soort momenten heel erg waardevol voor ons. Ja, want het is niet alleen een geldbedrag wat je krijgt, maar tijdens de momenten dat, dat wij beurs hadden, krijg je toch gesprekken. Chris, wat is Chris? Ja. Of, en kun je een stukje vertellen van het veldwerk wat jullie doen. Dus ook een stukje reclame voor jullie. Ja.
Pro-life, Marga, ten opzichte van andere zorgverzekeringen. Wat is de meerwaarde van die christelijke jeugdzorg? Je hebt christelijke jeugdzorg. Dat kan je natuurlijk verdelen in een aantal aspecten. Je hebt GGZ voor de jeugd. Je hebt de wat lichtere soorten. Je hebt, nou, zoals jullie, via chatten en dat soort dingen. Dus het is een beetje afhankelijk wat voor zorg er is. Maar wij proberen altijd... Kijk, in de basiszorg heb je met een aantal zorgverleners nodig die gecontracteerd zijn. Nou, wij kunnen dan alleen maar zorgen dat we dus kijken naar zorgverleners die dus ook een christelijke identiteit voeren. Omdat wij dat belangrijk vinden voor onze verzekerden. Maar de vergoeding vanuit de basisverzekering kun je in wezen niet zo, want dat is landelijk. Nou, dan heb je een stukje wat buiten de boot valt. We hebben altijd psychosociale hulpverlening. Dat kan uit je aanvullende verzekering. Daar zit ook voor jongeren in die wel hulp nodig hebben. Maar die, ik heb het met hun er ook al over gehad, want misschien kan er ook nog een link straks komen. Opvoedkundige programma's worden door ons vergoed voor ouders, zeg maar, om... Inderdaad, hoe doe je dat? Hè? Als je kind dag en nacht met de telefoon bezig is. Of ook programma's voor kinderen met gescheiden ouders. Die, om die te begeleiden en te ondersteunen. Ja, want dat is belangrijk. Bijvoorbeeld het laatste wat je noemt. Hè? Christy, jij noemde al dat kinderen die moeten hun plek weer vinden, ook na een scheiding. Ja. Ja, het is heel ingrijpend voor kinderen om een echtscheiding mee te maken. Ja. En je ziet gewoon in die periodes dat ouders daar hun eigen proces in lopen. Dat het voor kinderen dan soms moeilijk is om een plekje te hebben waar zij kunnen praten over hoe het met hun gaat. Want ouders hoor je soms bijna triomfantelijk zeggen, onze kinderen gaan er zo goed mee om, hè? Ja, maar waar komt dat door? Ja. Kinderen kunnen geen partij kiezen. Het blijven hun ouders natuurlijk. En ze voelen het ook als een soort overspel als ze hun problemen van de een aan de ander zullen gaan vertellen. Dus het is voor de kinderen is het heel moeilijk om dat binnen het gezin, om dat bespreekbaar voor hun te maken. Want ze willen hun vader niet kwetsen en ze willen hun moeder ook niet kwetsen. Nee, en ik denk ook dat leeftijd gewoon heel belangrijk is. Ik ben zelf gescheiden en ik had in die tijd 3 tienerkinderen en 2 van 5 en 7. En iedere aandacht ging naar die van 5 en 7 uit. Want die arme kleintjes. Maar die arme kleintjes, de heren liet ook als het ware een soort koepel zien. Onder die bescherming zaten die. Maar die 3 tieners, die zaten in die leeftijd van stoeien. Hmm. En die kwamen echt in een identiteitscrisis. En die hebben er jaren last van gehad. En daar kun je ook als ouder zo verschrikkelijk weinig voor doen. Terwijl je heel hard naar en uit gaat. Ja. Ja, moeilijk is dat. Hè, kleintjes is anders. Ja. En, maar dat er meer oog voor zou moeten zijn. Dat beamen jullie meteen. Ja. En wij als Chris hebben als visie dat het liefst binnen de kerk of binnen de scholen plaats gaat vinden. En waar ook het woord van God in zulke programma's als basis ligt. Omdat je gewoon merkt dat dat voor kinderen ook opeens een vraagstuk wordt. Dus dat zou echt een waardevolle aanvulling zijn. Ja, want die cursus die wordt dan vergoed. Als ouders daar een vraag voor hun kinderen? Of hoe gaat dat, Marga? Of moet daar een verwijzing van een dokter aan ten grondslag liggen? Nee hoor, ze kunnen gewoon op de website kijken welke cursussen daarvoor in aanmerking komen. En dan krijgen ze een bepaald gedeelte, krijgen ze vergoed. Ja. Een bepaalde vergoeding, zeg maar. Oké, ja. Henny, stel in jouw tijd dat er was geweest. Had je dat dan aan je kinderen willen aanbieden? Oh ja, wij zaten, ik zat in 1991. Pastoraat bestond nog bijna niet. Allerlei hulp was er nog niet. En wat ook een enorme kloof is, dat er juist voor de grotere kinderen een gesprek voor hun mogelijk is, maar je als ouders dan buiten de deur wordt gehouden. Waardoor je over elkaar gaat praten en niet met elkaar. Ja. Ik zou heel graag iets hebben waar je als ouders en als kinderen... Hey, ik heb toen zelf een cursus pastoraat gedaan om mezelf weer te leren begrijpen. Zo. Hey, niet zozeer een pastoraal helper te worden, maar om, elke maand was het raak. Ja. Elk boek wat ik moest lezen, moest ik eerst zelf doorheen. Dan is er wel veel veranderd. Het werk wat Stichting Chris doet is dan natuurlijk prachtig, maar er is nog veel te doen. Ja.
Heel of veel in de gemeente. Ja. Ja, zeker. Marga, nou zien we dat de jeugdzorg gaat van de provincie, een deel naar de gemeente. Er is van alles in beweging. Het bericht dat je pakte was, is er straks al genoeg geld? Merken jullie als ProLife ook iets van die verschuivingen? Ja, natuurlijk merk je daar ook wel iets van. Want ik begreep dat bijvoorbeeld daar waar vroeger kinderen, als ze met bijvoorbeeld depressieve gevoelens zaten of wat dan ook, dan werd dat bij de jeugdzorg ingeschoven. En nu wordt er gezegd, nee, maar dit is een psychiatrisch ziektebeeld. Nu moet het kind naar de psychiater, wordt het uit de jeugdzorg weggehouden. Ja. Dus dan komen ze bij jullie uit. Die verschuiving is nog niet merkbaar? Bij ons is nog niet alles kant en klaar hoe dat straks, wat eventueel nog in of door de zorgverzekeraar vergoed gaat worden, zeg maar. Ja. Dat is nog niet zien jullie daar ook wel met wat zorg de toekomst tegemoet? Dat er met jongeren geschoven gaat worden? Zo van, ja, maar eigenlijk, jij hoort in het vakje pleegzorg. Nee, maar jij moet in de hoek van de verstandelijk beperkte, dus in de PGB-hoek. En dit moet uit de ziektekostenverzekering komen. Dat er bungelende jongeren gaan ontstaan? Nou, het is natuurlijk met name de onrust, met name voor ouders. Ja. Als jij een kind hebt wat nu medicatie heeft, begeleiding heeft en dat ook echt hard nodig heeft. En dat mogelijk anders gaat worden. Ja, ik kan me voorstellen dat ouders zich daar wel heel veel zorgen over maken. Van, ja. Hoe gaat dat nou? En krijgt mijn kind dan nog de goede hulp? En is daar dan nog voldoende geld voor? En waar valt hij dan onder? En dat is juist waar de ouders met kinderen met problemen geen behoefte aan hebben. Die hebben al genoeg problemen. Zorgen, moet precies, zo zeggen. Die hebben de handen al vol. Precies. Ja. Dus die kunnen dat er vaak niet bij hebben. Ja. Ik zou bijna jullie willen vragen, gaan jullie helpen ontzorgen? Nou, wij hebben een zorgcoach. Ja. En zodra straks, kijk, de plannen zijn nu nog niet helemaal vastgelegd, zeg maar. Maar zodra die vastgelegd zijn, is voor onze verzekerder, kunnen ze sowieso contact opnemen met de zorgcoach. Ja. En die heeft vaak goed de lijnen in de gaten van dit kun je beter zo doen of daar kun je heen. Of, dus ik zou adviseren, ga naar die zorgcoach neem en daar, contact mee op. Ja. Ja. En ondertussen zitten we allemaal toch soms met ingehouden adem te wachten wat het gaat worden. Nou, met de verkiezingen hebben we nog een stem. Hè? Kunnen we wellicht nog wat sturen? Oh, en ik denk de kerkelijke gemeente. Ja. Daar ga je steeds meer naartoe. Ja, want dan kom je dus uit bij bijvoorbeeld Stichting Chris. Geen geld van de overheid. Nee. Het is al een giftewerk. Ja, de takcoaching in ieder geval, waar wij in zitten, is puur giften. Ja. Ja. En van daaruit moet het allemaal betaald gaan worden straks. En steeds meer. Ja. 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 Maar goed, we kunnen het ook positief uitleggen. Er ligt een enorme uitdaging. Ja. Ja, en een mooie kans ook voor ons als christen en kerk. Ja, absoluut. Nou, meer informatie over zorgcoach enzovoorts is te vinden op prolife.nl. Op de website, ja. Marga, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Mijn gebedspunt is voor de mensen die dus met de jeugdzorg bezig zijn, wijsheid. Te bidden voor wijsheid en leiding. Ja. Oké. Okay. Ik schrijf het ondertussen op. Dan kan ik het straks tegen 11 nog even allemaal weer op een rij zetten. En dankjewel. Het gastenboek, voor jullie en ook voor mij net zo spannend, want ik heb eerder gezegd de vraag totaal niet in beeld. Eens even kijken, dit is het prachtige boek. Alsjeblieft, mag ik hem aan jou geven? Nou, ik denk dat we elkaar aan nodig hebben wat de leesbril betreft. Wie heeft wel de leesbril op? Je mag hem doorgeven, want Christie heeft een bril op. Deze vraag, die nu gelezen gaat worden door Marga, komt van Ben Hobrink, de auteur van het boek Moderne Wetenschap in de Bijbel. Marnix Niemeyer, directeur van TIER. En Simeon Derksen, hij gaf vorige week zijn persoonlijke verhaal getuigenis. Een zoon van een zendeling echtpaar, die zelf ook de zending ingaat. Ja, okay. En zij hebben een vraag bedacht, en dat is: is er in de kerk genoeg aandacht voor en dan tussen haakjes kwetsbare jongeren? Is er in de kerk? In de kerk genoeg aandacht voor tussen haakjes kwetsbare jongeren? Is er genoeg aandacht voor jongeren? En dan met en dus name ook voor kwetsbare jongeren. Zo bedoelen ze het, denk nou, ik. Ja.
brandlos. Wie vindt dat er genoeg aandacht is, dan kunnen we het meteen afronden en dan gaan we naar de reclame. Nou, het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Je ziet wel een verschuiving dat steeds meer de jongeren naar de voorgrond worden geduwd. Ik ben 12 jaar lang jeugdhouderling geweest en met name de jeugd werd wel steeds belangrijker. Mensen zijn zich er wel steeds meer van doordrongen dat de jeugd ook de toekomst van de kerk is. Kwetsbare jongeren weet ik dat daar nog heel veel mee te doen ik bedoel, op cursusgebied, maar ook dat ze die link leggen naar groepen zoals Stichting Chris. Ja. Ik wist dat dan uit mijn werk, maar vanuit de kerk wordt daar denk ik weinig gedaan. Ik denk eerder dat de link van jullie naar de kerken gedaan wordt, hè? Ja, dat klopt. We krijgen regelmatig vragen van kerken die zeggen van, kunnen jullie ons alsjeblieft ondersteunen? Ja. En dan heb je het over kinderen in rouwprocessen, kinderen van gescheiden ouders, maar ook de kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben wanneer ze zelf worstelen met of een stoornis of problemen. Dat is zo lastig om dat in kerken goed vorm te geven. En je ziet kerken daarmee worstelen. Wat ik mooi vind in de ontwikkeling is dat kerken wel willen. Vaak. Zo van, we zien de jongeren en het is niet meer één pot nat en we doen allemaal hetzelfde. Nee, we willen iets met de jongeren. We willen er ook voor die jongeren zijn. Maar hoe, die vraag, die krijgen wij nog regelmatig. Hoe dat en dan moet. Heb je het dan met name over die kwetsbare jongeren? Want jongeren in het algemeen, heel veel kerken hebben wel een jongerenwerker, jongerenpastoraat. Er gebeurt wel van alles. Er worden leuke dingen ondernomen, veel activiteiten. Dus de jongeren die goed in hun vel zitten, daar is genoeg voor? Nou, ja, ik denk dat kan denk ik wel beter. Absoluut. Ik bedoel, hebt ook er wordt nu steeds meer naar jongeren gekeken in kerken. Maar om daar een balans in te vinden, zeg maar, een juiste balans, is nog lang niet bij iedere kerk hetzelfde. Nee. Ja. Ja, en ik denk ook spreekt de taal van de jeugd. Ja. We hebben het bij ons in de kerk eens gedaan van als er woorden zijn die je niet begrijpt, steek je vinger op. Toen dacht ik, waarom stellen we die vraag aan de jeugd? Want als je het aan ons vraagt, dus, kunnen wij het uitleggen. Tijdens de preek mag je steeds dat gebeurt natuurlijk niet. Maar dan denk ik wil dat veel meer samen. Ik wil niet die generatiekloof. Nee, maar ja, die kun je wel niet willen, maar die is er toch gewoon? Nee, hoeft niet. Ik ben 63 en ik heb een steengoed contact met jeugd. Dat is een van de redenen waarom ik op Facebook zit. Om juist hun te volgen. Ik denk dat ook allemaal emoties, sorry hoor. Ja, het komt allemaal los. Het komt allemaal los in één keer. Maar het zit in jezelf. Jij ervaart dus geen kloof richting de jongeren. Zouden de jongeren dat dan net zo ervaren? Ik ben daar 100% mee eens. Dat ligt aan de mensen zelf. Ja? Ja. Als je beschikbaar wilt zijn voor jongeren, als je je echt interesseert en met een jongere in gesprek gaat zonder dat je daar een oordeel over hebt. Of dat je inderdaad zegt, Facebook is fout, daar ga ik nu over praten. Ja. Je mag niet gamen, ik ga met je in gesprek om je daarvan te overtuigen. Ik heb mijn verjaardag een keer gevierd met een hele groep tieners. Ik geloof 15 man. Ja. Het hele huis lag vol, in de kamer op een rijtje. De meiden boven, jongens beneden. Het was bijna 12 uur, had ik ze eindelijk stil. En toen zei ik van, over een minuutje ben ik echt jarig. Nou, er stond binnen een ogenblik in de stoel uit de bed te zingen. Maar dan denk ik van, daal af klinkt zo negatief. Maar wees één met ze. Ja. Ja. Durf ook lol met ze te hebben. Ja. Maar dan kun je ook over de serieuze dingen praten. Ja, ja en niet meteen vanuit een, ik wil in jouw leven iets veranderen of zo. Nee, als je naast de jongeren gaat staan en interesse toont in waar hij mee bezig is en echt zegt van, joh, vertel me eens, wat vind je daar belangrijk aan? Wat vind je daar leuk aan? Hoe vaak doe je dat? En met wie? En bijvoorbeeld Facebook en wie zie je dan? En hoe werkt dat dan? Dan is dat hartstikke leuk. En dat vinden tieners over het algemeen hartstikke leuk. Ja. Maar de valkuil is, als papa of mama, dat je meteen begint met, ja, pas op hoor, met wie je contact hebt. Heb je wel in de gaten? Enzovoort. Toch? Ja, dat is zeker een valkuil. Maar die kun je ook anders insteken. Van, vertel eens, wie is dat? En hoe ken je die? En wat heb je met diegene? Nou, en zonder daar direct een oordeel op te hebben. En bij die eerste foto denk je, oh nee hè. Blijf positief kijken. Ja. Maar genoeg aandacht voor jongeren. Het kan altijd meer. Het kan altijd beter. Ja, en wat ook belangrijk is, dat de kerk de gezinnen die door lastige tijden houden, dat ze die in de kerk houden. Want je ziet zich gezin ook vaak vertrekken als er problemen zijn, omdat ze dat lastig vinden om te delen.
Ja, en dan is het veilig om weer opnieuw te beginnen op een andere plek. Ja. Ik zit net te denken, heb ze gewoon lief. Ja. Het antwoord, ja. Heb ze gewoon lief, ja. Daar doen we moeilijk over. En niet van wat zijn ze dan moeilijk. Weet je wat ik ga voorstellen? Dat jullie een vraag mogen bedenken voor de gasten van morgen. Dat zijn Cor Beda van Transworld Radio. Okay. Hij heeft de 1000ste aflevering van de serie De Bijbel Door ingesproken en gepresenteerd. Dat zijn er nogal wat. Paul van der Niet, hij is filmkenner en ik kom morgen weer een aantal nieuwe films presenteren. En het getuigenis van Melvin Valkoff. Hij was een hooligan en hij is tot geloof gekomen op zijn, volgens mij, 32ste. Dus dat zijn de gasten van morgen. Cor Beda, Bijbelstudie, Paul van der Niet, film en Melvin Valkoff, ex-hooligan. Succes. Mogen jullie samen bedenken. Ik lever een pen, alsjeblieft, en jullie de vraag. Ondertussen wordt hier een vraag bedacht. Het moet nog op gang komen, zie ik, het proces. Maar dat gaat ongetwijfeld lukken. We zijn er zo na de reclame weer. En dan het verhaal van Henny Doldersen. Tot zo.